De collectie die wij hebben is een hele specifieke. We hebben ook hele specifieke opleidingen in huis. Denk hierbij maar bijvoorbeeld aan zeevaart, nautisch en technisch. Luchtvaart, technisch. Dus we hebben hier echt materialen staan die voor die doelgroepen heel erg van belang zijn. Terwijl dat ook opleidingen zijn die dus een hele sterke digitale poot hebben. En dat wij ook weer ontsluiten via onze Vindservice. De collectie willen wij hier ook specifiek houden, ook omdat we niet heel veel ruimte hebben. Maar we hebben gewoon stomweg de ruimte er ook niet voor en het geld ook niet. En daarom zoeken wij allerlei samenwerkingen om juist die collectie wel heel rijk te maken. Die zijn we geen gebruikt, deze dingen? Ja, dit zijn touch-and-go PC's. Dus hier kan de student op... Die kan de student op aanlanden om dus te gaan zoeken. Maar alles is nu ook gepersonaliseerd. Hè? Dus we hebben niet meer van die raadpleeg-PC's. Omdat iedereen die hier binnenkomt moet zich kunnen identificeren voordat hij hier het netwerk op gaat. Dus, die gaan eruit. De gedachte is goed, maar de uitwerking vind ik wel minder. Favoriete plek voor de studenten zijn toch de treincoupés. Zoals je ziet kunnen ze in het midden van de tafel kunnen ze dus inpluggen. En aan de achterkant van de treincoupés staat collectie. Ja. En het mooie ervan is, ze kunnen hier in groep werken. En door de vormgeving is ook de akoestiek wel heel prettig eigenlijk. Het stoort verder niet zo. Nee. Een praktisch verbeterpuntje is dus de vloerbedekking. Die gaat eruit en dat wordt ook cel. Dat is al een betere verbetering, denk je. De vlekken die springen terug moeten. Ja, we hebben hier die projectruimte, maar dat zit nu nog. Dus ook met de MR die eruit moeten. Wat we dus hier hebben binnen het MIC zijn een aantal projectruimtes waar de studenten vrij kunnen zitten. Ze moeten alleen eventjes op de dag zelf reserveren aan de balie. Dat ze dus in de groep willen werken. En dan kunnen ze gewoon in zo'n glazen ruimte gaan zitten en dan kunnen ze werken aan projecten en dergelijke. Daarnaast hebben wij een hele rit aan PC's, gewoon desktops. Mm-hmm. En de studenten kunnen hier gewoon zelf aanlanden om aan het werk te gaan hier. Deze zitten altijd heel erg vol. En hierachter hebben we dan de laptop werkplek, zeg maar. Daar kunnen we, zoals je ziet, zitten daar best veel studenten met eigen laptops te werken. Ja. En er zitten ook wel stroompunten waar ze dus gewoon hun laptops kunnen doen. En hier geven jullie ook zelf de instructielessen? Wij geven hier in deze ruimte, als wij het lokaal erachter niet kunnen reserveren, omdat het dus al voor het onderwijs is gereserveerd, geven we hier onze eigen instructies. Oké. Okay. Aan het begin hebben we nog die leestafel en thema activiteiten. Normaal dan hebben we ook exposities hier. Hier zie je ook 10 iMacs staan. Er wordt hier ook veel, vooral binnen de grafische vormgeving, met Macs gewerkt. Dus hier kunnen studenten ook aanlanden om daarmee te werken. En een grote leestafel, die ook veel gebruikt wordt voor exposities. We hebben hier thema-activiteiten, zoals volgende week de Kinderboekenweek. En dan krijgen we projectcollectie en er worden hier ook veel onderwijsactiviteiten gedaan. Dus studenten die hier komen om leerlingen van basisschool voor te lezen en al dat soort zaken. En de week daarna hebben we een vliegtuigenexpositie hier. En dan komen studenten van luchtvaart hier om opdrachten te maken. Waarbij ze moeten zoeken naar informatie. En hier staat een specifieke collectie van luchtvaart. En zo hebben we constant nieuwe thema's. Oké, en dat is... De thema's die we hier hebben staan zijn altijd onderwijsgerelateerd. Het zal niet zo zijn dat hier een expositie staat waar geen directe verbintenis met het onderwijs staat. En we hebben daar een hele grote televisie staan die... Die we zelf gebruiken voor presentaties, waar de hele dag ook nieuws van Deltion op gepresenteerd wordt. En die wij aanzetten wanneer er een actualiteit is, zoals de Prinsjesdag of dat soort zaken. Zetten we hem aan en dan is dit de plek binnen Deltion waar je heen komt om je actualiteit te volgen.
die activiteiten, levert ook extra meetbare uitleningen op of gebruik? Meetbare leningen kan ik niet 1, 2, 3 zeggen, maar in ieder geval wel gebruik van het MIC. Want ja. We krijgen georganiseerde workshops binnen, dus je hebt sowieso traffic deze kant op. Ja. Die we kunnen meten. Ja. Ja. Hier in de deur zit een meter? Of? We weten welke groepen er komen. Okay. Ja. Op basis daarvan tellen wij. En ja. Als er dus nog extra groepen binnenkomen, die komen meestal heel met een begeleider binnen, dan is het gewoon heel praktisch bij die turflijsten. Die worden ingevuld naam van de docent, van de groep, van de opleiding, hoeveel mensen erbij. Ja. En op die manier meten we ook. Okay.